Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings. Ons gaan voort met Efesiërs 4 vers 5. Efesiërs 4 vers 5. Daar's net een Here, een geloof, een doop. En vers 6 sê: een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is en deur almal werk en in almal woon. Vriende, weer eens is die groot waarheid van hierdie vers net om die eenheid te beklemtoon. En ek en jy moet werk aan hierdie eenheid. Dit is 'n gegewe. God het dit gemaak. Hy het ons klaar een gemaak. Nou moet ons net gaan wees wat hy ons klaar gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Here almagtige God, dankie dat U ons een gemaak het. En Here, help ons om vandag in hierdie eenheid te gaan leef tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mooi dag vir julle.